uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank Barnsoest MS en Uvema. RTV Baarn is op zoek naar jou. Ben jij handig met de computer? Hebben het internet en de verschillende sociale media geen geheimen voor jou? Dan ben jij onze gedroomde nieuwe redacteur of editor bij RTV Baarn. Meld je nu aan. Chantycoor bestaat 10 jaar dit jaar. Dus een feestje. Oh, groot feest. We hebben er heel veel aandacht aan besteed. En we hebben de gelukkige omstandigheid dat we dus met het koor Amalia's uit, wij zeggen gemakshalve uit Bilthoven, samen kunnen zingen. Dat doen we ook wel eens samen in de Schutsmantel in Bilthoven zelf. Dat is een bejaardentehuis. Maar zij zingen ook wel individueel en wij doen dat eveneens. Maar ook heel vaak met hun samen. Heel leuk. Echt heel leuk. Jij net die 10 jaar bestaan en jij bent vanaf het begin bij, heb ik begrepen. Hoe is het allemaal gekomen? Mijn man was schipper. Ze waren op een diner en toen zagen we een shantykoor, zagen ze bij de Rotary Club een diner. En toen dachten ze, dat willen wij ook. En toen zijn ze begonnen met, ik geloof, met 10 man, 12 man. Ieder was gelijk enthousiast. We waren allemaal Rotary-leden. Ja. Ja, jij zegt gelijk enthousiast, toch wel? Ja, echt. Ze zagen dat shantykoor optreden en dachten ze, dat willen wij ook. Ja. En dat hebben ze gedaan. En het enthousiasme is nog steeds. Al een paar liedjes. Waarom moet een shantylied voldoen? Eigenlijk aan het ritme wat opgelegd wordt door het laten varen van de boot. Dus de ene keer trek je heel snel een zeil aan onder een bepaald ritme. Aan de andere keer stuur je heel langzaam met een bepaald iets. Volgende keer ga je met roeispanen te werk. En zo ontstaat er een bepaald gevoel onder de mensen die dat moeten doen. Dat ze gezamenlijk in een beter ritme het werk verrichten dan dat ze het alleen doen. En dat is eigenlijk de opzet een beetje van shanty. Ritme, ritme, ritme. Ja. Doen jullie mee aan wedstrijden? Of is het gewoon plezier? Dit is gewoon plezier. Alleen plezier en goede doelen. Verjaardagen van leden. Toen ik 70 werd, was het koor bij mij om te zingen. En dat was natuurlijk ontzettend leuk. Met een beetje aangepaste tekst. Maar het was heel gezellig. Ja. Het is natuurlijk een gezellige muziek. Iedereen staat gelijk mee te zingen. Ja. Heel gezellig. Iedereen kent de meeste liedjes ook wel. Het zijn niet altijd alleen maar shantykoorliederen die je zingt. Het zijn ook gewoon algemeen bekende liederen. Als het maar een beetje over het water gaat. Als het maar een beetje over het zeilen gaat. Dan is iedereen tevreden en blij.
vaak repeteren jullie? 1 keer in de 14 dagen. En hebben jullie een vast honk waar je repeteert? Niet helemaal. Over het algemeen repeteren we dus in het bouwbedrijf van de Hengel in Soest. Maar ook wel bij Adrie Middelman van het bekende bedrijf, bij hem thuis. En een heel enkele keer ook op de plaats C1000 in de Laanstraat in Baren. Ja, daarboven. Ja, dat is heel apart. Ja, ja, daar kunnen we dan even terecht, omdat we bij de anderen niet terecht kunnen. Ja. Chanticoor, ja, dit Chanticoor bestaat ook uit alleen maar mannen. Ja. En jij mag het woord voeren. Ik mag, ja, maar ik ben de vrouw van de kapitein. Ja. Dus ik mag aan elkaar praten. Oké, dat is leuk. Heel leuk werk. Wat is jullie eerstvolgende optreden? Ik denk in Lichtenberg, hè, Rusthuis de Lichtenberg. Nee, als dat na 25 mei is, dan is het eerder 25 mei bij iemand thuis in de tuin. Dat doen we dus ook ter gelegenheid van zeg maar een 25-jarige bruiloft of wat dan ook in die richting. En dan word je gewoon verzocht, want die mensen hebben je dan horen of zien zingen. En die zeggen, maar dat willen we ook. Nou, dat is dan prima, dan komen we gewoon. Ik houd in gedachten. Doe het zeker, ja. Ik bedoel, we maken wel reclame ervoor hoor, absoluut. Ja, dankjewel, heel veel plezier nog. Dankjewel en bedankt voor het interview. Bedankt. Met Sparta Marathon. Geen doelpunt, maar een fietsfestijn. Marathon 3-0, 7-0 en 8-0. Afhankelijk van de versnelling. Score vanaf €449. Ideaal voor school en werk. Met onze bekende service en garantie. Mijn eerste stikje altijd toen ik 3 was. Ja, het hoort echt bij me. Ik ben er gewoon mee opgegroeid. Bijzondere sportprestaties vragen om jarenlange toewijding. Van sporters zelf, maar ook van hun omgeving. Veel tijd in steken, maar dat deden we eigenlijk ook omdat wij het zelf onwijs leuk vonden om te doen. Daarom sponsort de Rabobank al ruim 15 jaar de hockeysport op elk niveau. Zodat een klein talentje kan uitgroeien tot een van onze gouden helden van Londen. Dat het gewoon weer flikken, dat is echt te gek. Hij is zo mooi. Sporters steunen van begin tot goud. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Ja, ik nog maar 2 zandvoeren. Goedemiddag. André Vroeghoos, UVMA. Goedemiddag. Dank u.
vrijdag 3 mei 2013. De eerste echte dag dat we ons gaan voorbereiden op de verhuizing en de sluiting van het Nationaal Militair Museum. Dat we gaan oprichten, wat we gaan inrichten. En dat begint vandaag hier achter mij met het Flying Center dat voor de allerlaatste dag vandaag geopend is voor met name de kinderen. En om dat niet te vergeten zullen de kinderen vandaag de gelegenheid hebben de hele dag door middel van plakkaatverf hun handen, hun handafdruk achter te laten op het Flying Center. Dat gaan we vandaag doen omdat het Flight Center gebruikt gaat worden als een soort tussendepot. Alle kleine collecties, schilderijen, uniformen, wapens, foto's, noem het maar op, zullen hier binnenkort worden opgeslagen. En om dat mogelijk te maken moet het natuurlijk echt dicht voor het publiek. Het publiek heeft daar last van, dat ben ik me van bewust, maar dat kan niet anders. We gaan gelijktijdig volgende week beginnen met het sluiten van de ingenieur Vreeburghal. De Vreeburghal die nu nog ruimte biedt aan 22 vliegtuigen. Die 22 vliegtuigen moeten straks, volgend jaar april, over van deze locatie Kamp van Zeist naar de nieuwe locatie van het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbaan Soesterberg. Alle vliegtuigen moeten transportgereed gemaakt worden, maar ook verhuisgereed gemaakt worden en collectiegereed gemaakt worden. Dat betekent dat er vleugels vanaf moeten, staarten vanaf moeten, dat we ieder vliegtuig afzonderlijk gaan onderzoeken op sterkte van de constructie, mogelijkheden van transport. Er zijn al mensen die vragen van ja, ga je dat dan door de lucht doen? Gaan er vliegtuigen onder een Chinook overgebracht worden? Nou, dat gaan we waarschijnlijk niet doen. Wat we wel gaan doen is al die vliegtuigen over de weg transporteren. Dat zal met name in de maanden maart, april 2014 gaan gebeuren. Handjes spreiden zo, zo'n vingertjes en dan goed erin drukken. Goed wrijven. Ja. Wrijf er even heen en weer. Goed zo. Goed zo. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Nou. Mooi. Oh, alle twee, ja. Ik denk dat we hebben nog een plekje vinden. De trap sloeg boven meteen. Daar kan je ook. Goed zo. Oh, die zijn toch net nieuw. Oh, die moeten nog ingelicht worden. Oh, wat een mooie roze. Mooi, hè? Ga je gang maar, hoor. Ik vond het wel leuk. Je mocht je hand in de verf doen en dan mocht je hem op het gebouw doen. En dan mocht je hem op de deur doen overal waar je wou. Wist je dat vandaag dat zou gebeuren? Nee, ik wist wel altijd bijna dat het ging sluiten, maar dat je dit mocht doen, dat wist ik niet. Leuk. Heb je vakantie nu ja, hè? Ja. En waar kom je vandaan? Wormerveer. Oh, oké, okay, dan gaan we naar de deur, hoor. Prachtig. Kom maar mee. Nou, hier hebben we nog wel een plekje waar je... Zet ze er maar op, alle twee. Zo, 1, 2, hop. En nog één. Goed zo. Zo. De nood. Die heeft de mooiste broek van haar. Ja, mooi hè. Speciaal voor haar getrokken. Ja, leuk. Kijk. 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 Dan kan je daar afdoen. Ja, prima. Leuk om een blijvende herinnering achter te laten. En speciaal daarvoor ben ik ook hier naartoe gekomen. Dus je wist van tevoren al dat het zou gaan gebeuren? Nou, niet een handafdruk, maar wel dat het bijna ging sluiten. Dus, waar kom je vandaan? Vanuit het Noord-Holland, winkel. Okay. Klein plaatsje. Ga je verder de hele dag aan het museum rondlopen? Dat is wel de bedoeling, ja. Okay. Nog veel te zien. Dus. Goed zo. Laat je handen even zien. Handen omhoog. Handjes omhoog houden. En niet tegen oma aanlopen. Niet tegen oma aanlopen. Zelf afvegen. Oh. En vier kussen. Ik heb een kruisje. Oh ja. Goed afvegen.
Ja? Ja. Oké. En die? Zo. Hier tussen. Kun jij hem hier? Oké. Nou. Vandaag zijn we op Soesterberg en het is de laatste dag dat het Flight Center open is en de hal waar de nieuwe vliegtuigen staan. We zijn zeer vereerd met het mooie weer en dat we de kinderen zoveel plezier kunnen doen deze laatste dag. Voor ons als medewerkers is het heel jammer dat het gaat sluiten, maar ja, het is niet anders. En we gaan nu naar een nieuwe locatie en dat is de vliegbasis Soesterberg. Voor u staat een trailer die in een nieuw jasje is gestoken. En verder ziet u de truck die hem moet verplaatsen, ook in een nieuwe bijbehorende stijl. Samen vormen zij de Roadshow. En onder deze naam, Roadshow Koninklijke Luchtmacht, zullen ze verder samen door het leven gaan. Een low-cost middel, maar zeer herkenbaar en professioneel voor onze representatie. Voor mij en de rest van de luchtmachtleiding is hier invulling meegegeven aan een lang gekoesterde wens om ons high-tech bedrijf op een professionele manier te presenteren op allerlei momenten en aan allerlei soorten van het publiek. Mag u de gaszendel even naar achter doen voor het plaatje? Met u? Doet u dat tot de burner uit is? Ik heb een paar keer al genoemd de ingenieur Vreeburghal. Er is nog een jaartal te noemen, nog een jaar, een periode te noemen. De afgelopen 12 jaar hebt u gemerkt, hebt u ondervonden, optredens van professionele acteurs van Pandemonia. Ik kijk even de goede kant uit. Ja, daar staan 4 vertegenwoordigers. Excuus, 6 vertegenwoordigers van Pandemonia. Met name 4 acteurs. En die acteurs hebben de afgelopen 12 jaar inhoud gegeven aan een aantal programma's. En het programma waar we het vanmiddag over hebben is Vlucht door de Eeuw. Pas natuurlijk bij dit jaar, het jaar 2013. De militaire luchtvaart bestaat 100 jaar. En de afgelopen 12 jaar hebben zij in dat programma daar hand en voet aan gegeven. Het doet me ongelooflijk veel plezier jullie een cadeau aan te kunnen bieden. Ik ben hier de afgelopen 12 jaar regelmatig geweest en ik heb alle shows, niet allemaal, maar alle type shows heb ik gezien en van genoten. Hartelijk dank voor datgene wat jullie hier voor het museum betekend hebben. Een invulling van een interactief museum waar voor iedere leeftijdscategorie wat te beleven is. Jullie hebben daar prachtige invulling aan gegeven. En daar hoort ook een passend cadeau bij. Dus met heel veel genoegen reik ik dat aan jullie uit. Kees, aan jou het woord even om te bedanken. Oh, nou, dank u zeer. Het zijn mijn schoenen uit de voorstelling. Ja, goed, heel goed. Dankjewel. Zal ik hem overnemen voor je? Dames en heren, dit is Kees Verburg, 12 jaar acteur in het MLM geweest en Eloy Lucassen. En dan ziet u Tony Maples die alle stukken geschreven en geregisseerd en aangepast heeft. En ik ben al zelf altijd achter de schermen gezorgd dat het geld binnenkwam en weer uitgegeven werd. Dit is vandaag, de 3e mei zoals gezegd, de opmaat naar de definitieve sluiting van dit museum, van het Militaire Luchtvaartmuseum. En die definitieve sluiting zullen we hebben op zondag 30 juni aanstaande. Dan sluiten we de laatste hal, de generaal Snijdershal. Dan sluit het buitenterrein. En dat zullen we doen met alle bezoekers en al onze gasten en relaties van de afgelopen 45 jaar. Er zit natuurlijk ook een zwart randje aan het sluiten van het museum. Toeval wil dat het museum in de maand juli 2013 45 jaar bestaat. Maar dat zal dan ook de maand zijn waarin het museum sluit. En daarmee is de cirkel eigenlijk rond. En het goede nieuws en het gouden randje om het hele verhaal is, het sluit niet definitief als zodanig. Er komt een compleet nieuw museum voor terug, het Nationaal Militair Museum, zoals gezegd, op de voormalige vliegbasis Soesterberg. We zullen vanaf vandaag beginnen met verhuisvoorbereidingen. We gaan volgend jaar echt verhuizen, zodat het bezoek medio 2014 ontvangen kan worden in dat nieuwe museum.
Goedemorgen jongens en meisjes, dames en heren. Nou, jullie heb ik vanmorgen al even gezien in de trits. Zaten jullie heerlijk te ontbijten. De luchten van de eieren die kwamen wel tegemoet toen ik de deur open deed. Heerlijk. Op je nuchtere maag. Hé, maar ik ben ongelooflijk trots en volgens mij zijn we dat allemaal, dat jullie gisteren nacht weer een ontzettend end hebben gelopen. En er zijn vandaag, en dat heeft u net gezien, degene die de vlam aangestoken heeft met een gebroken arm. En degene die de vlam aankwam brengen met twee gebroken tenen. Nou, niet meegelopen, maar wel erbij willen zijn. En dat vind ik wel heel mooi. En ik denk dat het goed is om een groot applaus voor iedereen die vannacht gelopen heeft. Van de Uitkijk heeft gewonnen. Bas Oosterhof. Oh, Bas is er wel. Kijk. Ik ga jou een handje geven. Oh, ja, dat kan niet. Oh, dat niet. Maar, goeie trick was dat. Goed. En van de Montini, Joey Jansen. Is die aanwezig? Die is er niet. Lukt dat? Kijk. Guido de Bres, Robin de Boer. Kijk. Gefeliciteerd. Lukt dat? Kan je hem omhoog houden? Van de MBS Floor Harreman, maar die is op vakantie, dat hadden we doorgekregen. Die heeft een... Nou, applaus. Als u hard genoeg klapt, hoort ze het misschien. Van de KWS, Tobias Dion. Welke is voor jou? Vrijheidsbeeld. En van de Aloysius, Brit van Steendelaar. Die is er ook. En de Amalia Astro, Jip Lamboy. Is Jip er? Jip, kom eens hier. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een hand gemaakt die de wereld draagt. Omdat het is niet zo is dat de wereld jou draagt, maar het is andersom. Nou, prachtig. Hartstikke goed. En dan als laatste de Caspar de Collegie, Amber Vos. Is Amber er? Komt niemand aangerend nu? Goed. Nou, op 15 mei gaan we ze bij het monument leggen. En dan zien we elkaar weer.
Allereerst gefeliciteerd met je prijs op het Prinses Prinsina Concours. Tweede geworden. Ja, dank u wel. Ja. Moest je er veel voor doen? Ik heb wel hard gestudeerd. Dus, en het was heel spannend. Dus, ja. Van de 500 mensen, ja, 8 finalisten. Dus ja, dan ben je toch wel wat. Ja. Ja, meneer Wijn, hoe lang zit Yang Yang al bij u, Loveless? Ik denk dat zo'n jaar of 4. Ja, ze kwam... op de 10e bij mij en toen zei ik, ja, ik geef geen kinderen meer les. Ik heb alleen afgestudeerde conservatoriumleerlingen en zo. En ik had de jongetjes jussen ook nog. En toen dacht ik, nou, ik vind het wel mooi zo. En toen zei ze, ach, mag ze nog een keer komen voorspelen? En toen is ze nog een keer komen voorspelen. En toen bleek dat ze een absoluut gehoor had. En toen dacht ik, dat is fantastisch. Absoluut gehoor, dat wil zeggen dat als je één toon aanslaat, dat ze meteen kan horen dat het een F is of een G of een Vies. Of... En dat vond ik wel een belangrijk eigenschap. Und damit zu unserer jüngsten Teilnehmerin heute. Yang Yang Chai ist 9 Jahre alt, in Holland geboren als Tochter chinesischer Eltern. Sie bringt uns 3 Komponisten nahe. Der erste ist... Speel je op piano? Sinds mijn 5e, dus 8 jaar of zo, 9. Nee. En hoe ben je mee begonnen? Mijn vader studeerde compositie en die speelde ook piano. En toen die naar Nederland was gekomen, toen kwam ik ook. En toen ik 4 was of 5, toen... heb ik piano altijd al een heel mooi instrument gevonden. En toen ben ik eigenlijk pianoles gaan volgen. En ja, zo ben ik bij de piano terechtgekomen. Langzamerhand ontwikkelt zich een soort artistieke bewustzijn in haar spel. En dat vind ik het belangrijkste. Kijk, er zijn wel meer jonge lui, zeker uit Azië, met snelle vingertjes en zo. Maar zij heeft iets extra's. Dat is een absolute gevoel voor uitbeelding van wat er achter de noten staat. Waar het om gaat in de muziek. In die inleiding van de linkerhand al iets meer nuanceren, dat je niet meteen alles op dezelfde sterkte speelt. Kan je een beetje een bocht maken. Erin. Ja, heel goed. Als je dus daar wat meer nuanceert, dan is de inval van rechts is dan ook wat interessanter. En dan moet je ook hier proberen, dit dan. Daar moet ook een zekere richting in zitten. Dus begin niet te sterk, want anders kan je niks meer doen. Kan je daar even beginnen? Kan je die eerste sprong, tada, als een overwinning spelen? Want het is majestoso, dus dan moet iets op. Ja, nee, je speelt toch tada, te dicht bij elkaar. Hoeveel studeer je nu? Per dag of... Ja? 2 uur of zo. Ik probeer wel zoveel mogelijk te spelen. Ja. Ja. Altijd klassieke muziek? Ja, grotendeels ja. Zit je nou op school? Ja, ik doe gymnasium. Ik zit op het JVO in Amersfoort. Ja. Sporten? Ik heb namelijk gelezen, je was ook heel goed in hockey vroeger. Nou, dat valt wel mee. Ik heb er 1 jaar gehockeyd en dat is echt 4 jaar geleden of zo, maar... Ik zit nu nog, ik doe nu dansen en een soort selectieklas en zo. Maar ik ben er de hele tijd af geweest en nu zit ik er weer op. Vond u het ook leuk om zoiets te begeleiden? Ja, enig. Ja, echt. Elke maandag komt ze op les en
het is heel prettig van sfeer. Ze is ontzettend snel van begrip. Je hoeft maar even dat te zeggen. En ze snapt het. Ja, het is gewoon het is een lust voor mij om dat te mogen lesgeven. Ja, wat zijn je ambities? Ik wil echt heel graag concertpianist worden. Ja, dat lijkt me echt heel leuk. Ja, en nu dus zit je VWO, dus wat ga je hierna doen? Ik zit nu in 4 VWO, dus ik hoop over 2 jaar, als alles goed gaat met school, hoop ik naar het conservatorium te gaan in Amsterdam. Ja. Nog even over dat concours. Hoe was de voorbereiding daartoe? Hoe heb je het met muziek gedaan bijvoorbeeld? Ik weet niet, gewoon... Zelfs een stuk uitgezocht? Of samen met Jan Wijn? Ja, samen met meneer Wijn, ja. Ja. Ja, en de prijs uitgereikt gekregen van prinses Christina. Ook ja, dat was wel heel tof. Ja, ja. Ja. Wel echt eer om haar te ontmoeten. Ja, wat heb je gewonnen eigenlijk? Ik heb een optreden in de Spiegelzaal gewonnen. En dan van Avro. En dan komt dat op de radio. En zo'n Classic Express, dan mag ik in een bus spelen voor kinderen en zo. En die rijdt dan rond. En nog een persoonlijke presentatieprijs. Masterclass daarin of zo. Bij geweest bij de finale? Nee, helaas niet, want ik mocht niet in de jury zitten omdat zij meedeed. Ze hadden gezegd van blijf maar weg, want anders geeft dat een verkeerde indruk. Maar toen ben ik maar naar het concertgebouw gegaan. Daar zat een andere leerling van mij te spelen, ook weer in een concours. Mocht ik ook niet in de jury zitten, maar ik denk, nou neem ik naar Amsterdam. Ik heb Den Haag dus niet gezien. Vandaag staan we bij het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg en ik praat met Michiel Seeman, coördinator evenementen, over de laatste weken, maanden van dit museum. Michiel, vertel er wat meer over. Wij gaan inderdaad op 1 juli gaan wij het Militaire Luchtvaartmuseum gaan we sluiten, omdat we gaan verhuizen naar een nieuwe locatie, de voormalige vliegbasis Soesterberg. Zodoende hebben wij het afgelopen half jaar alle evenementen die normaal gesproken in een jaar plaatsvinden samengebracht in 1 half jaar. En waar jullie nu staan is dan de laatste keer de Nationale Modelmanifestatie. Het grootste evenement wat het Militaire Luchtvaartmuseum organiseert. Normaliter in de herfstvakantie en in dit geval dan in de meivakantie. Per wanneer sluit het definitief het museum?
Wij zullen op 30 juni zullen wij voor de laatste dag open zijn voor het publiek. We zullen daar een aardig spektakel van maken waarvan ik de details nog niet echt prijs kan geven. En op 1 juli doet de luchtmacht, die herdenkt dan de gevallenen, maar viert ook haar verjaardag. En op die dag komt de commandant onze kant op om het museum definitief te sluiten. En ter afsluiting zijn er bepaalde festiviteiten aan de gang. Jij zegt ik wil er nog niet veel over vertellen. Kan je niet een klein tipje van de sluier oplichten? Ik kan wel een kleine tip geven. We zijn de laatste twee weken van juni zijn we hier, staan volledig in het teken van het evenement. Het feit dat we gaan sluiten. Dus we gaan van alles organiseren om de bezoeker te bedanken voor hun komst van de afgelopen jaren. En dan is het hier gesloten. Dan gaan we in herfst 2014 open op de vliegbasis. Nieuwe locatie met een nieuw museum. Vertel eens wat over. Ze zijn nu druk bezig met het nieuwe museum. Die gaat inderdaad in het najaar van 2014 gaat die open. We gaan daar samen met het Legiemuseum uit Delft. Het wordt een nieuw museum waar zowel de luchtmacht als de landmacht vertegenwoordigd is. Maar waar omheen ook nog een keer alle andere krijgsmachtdelen zijn vertegenwoordigd. De marine, de luchtmacht, de landmacht, alles komt daar bijeen. Een zeer enthousiaste modelbouwer die nogal veel bekendheid had op de vorige modelbouwmanifestaties met de bouw van het wrak van de Titanic. Nu is hij bezig met een nieuw model. Welk wordt dat, Ruud? Dat wordt nu de Bismarck. Omdat het een schip is wat ook tijdens een eerste zeereis naar de zeebodem verdwenen is, vond ik dat wel een aardig onderwerp om dat ook als wrak te gaan bouwen. Hoe lang ben je er al mee bezig en wanneer ben je begonnen? Ja, wanneer ben ik begonnen? Ik ben 2 jaar terug begonnen met het model van de Bismarck. Dus ik ben inmiddels al zo'n 2 jaar bezig. Ik moet wel zeggen, staat op een laag pitje, want ik ben nog met een ander model bezig. Maar ik vond het wel heel erg leuk om alvast een begin te maken, omdat het enorm stimulerend werkt. Omdat je dus ook al heel veel reacties hebt op het model wat ik voorafgaand gemaakt heb, dus de Titanic. Hoe kom je trouwens aan de juiste gegevens omtrent de afmetingen? Ja, heel veel gegevens haal je uit boeken. Er zijn natuurlijk ook bouwtekeningen van, maar die heb ik dus zelf niet gebruikt. Ik heb alles overgenomen uit het boek van Robert Ballard, oceanograaf. Die heeft het schip toen de tijd gevonden, heeft daar een heel mooi boekwerk van gemaakt. Daar staan schilderijen in van Ken Marshall, die dus weergeeft hoe het schip er op de zeebodem uitziet. Aan de hand van die schilderijen heb ik dus weer een aantal terugrekeningen gemaakt, zou ik maar zeggen, om het schip redelijk op schaal na te bouwen zoals het er op de zeebodem bij ligt. Staan er in de boeken ook de maten van zo'n wrak vermeld? En hoe reken jij dat precies terug dan? Nou, de originele scheepsmaten staan daarin. Dus hoe het schip er compleet gebouwd uitziet. En aan de hand van die gegevens reken ik dus weer gewoon de schaal terug. Dus dit wordt dan een schaal van 1 op 200. Nu heb je bij de Titanic ook een behoorlijke tijd over gedaan. Heb je op voorhand al een idee hoe lang je met de Bismarck bezig zal zijn? Nou, aan de Titanic heb ik dus inderdaad zo'n 12 jaar gewerkt voordat het compleet helemaal klaar was als wrak. Bij de Bismarck weet ik dat nog niet zeker, want ik zeg al, ik ben al met een nog ander project bezig. En tussentijds bouw ik hier en daar nog wel wat aan de Bismarck, maar dan moet ik er echt wel even zin in hebben, want het is een heel ander soort bouw als een compleet schip bouwen. Van de Titanic en de Bismarck zijn we nu gekomen bij een emplacement van vrachtwagens. We staan hier bij Reinhard Nijkamp en die gaat er vertellen over het geheel. Ja, dit is de modelbouwclub Epe. We zijn hier met een parcours van vrachtwagens waar we mee gaan rijden. Dus ja, en dat doen we de hele week. Hoe komen jullie aan zo'n mooi emplacement? Is dat een kwestie van eigen bouw of moet er wat voor aangeschaft worden? Wij hebben deze baan helemaal zelf gekocht.
van de club. En we hebben hem zelf aangekleed, beschilderd en helemaal nieuwe allemaal dingetjes erop gezet. Om het een beetje leuk te maken, zeg maar. Hoe groot is jullie club? Wij hebben een leden van 20 personen. 20 leden hebben wij. Hebben jullie een wekelijkse bijeenkomst in een bepaalde plek, een clubhuis of zo? Ja, we hebben een buurtvereniging en daar zitten wij donderdagavonds de hele avond met elkaar te kletsen of met de hobby bezig. Dus. En hoeveel uur per week spanderen jullie aan de hobby? Ligt eraan de vrije tijd. Ik ben zelf chauffeur, vrachtwagenchauffeur. Dus ik doe het vrijwel hooguit in het weekend. Maar ongetwijfeld zal een andere clublid die doet het iedere avond een stukje wat. En als ik het goed bekijk, dan kan je het ook nog uitbreiden. Is dat mogelijk? Ja, we kunnen steeds meer van kleine dingetjes tot grote dingen. We kunnen steeds meer wat bij opzetten. Een hele andere manier van modelbouw is het werken met papier of karton, zoals we dat noemen. Vertelt u daar eens wat over? Papier en karton, het is anders dan plastic. Het grote voordeel van modellen in papier maken, dat is dat het al gekleurd is. Je hoeft dus niet zo uitgebreid schilderwerk te doen als wat je bij plastic modellen moet doen. Bovendien is het zo dat de modelbouwplaten, karton modelbouwplaten, dat is iets wat de laatste paar jaren enorm in opkomst is. Omdat met moderne printtechnieken, digitaal printen en dergelijke, krijg je hele mooie kwaliteiten vergeleken met 20, 30 jaar geleden. Ook de papiersoorten die zijn veel geschikter om daar of grote of kleine modellen mee te maken. Dus ik begrijp, de mensen kunnen op internet een model opzoeken en dat dan laten uitprinten in hun wel of niet goede printer. Ja, dat is een hele moderne manier van werken. Je gaat googlen met de kreet kartonmodellen. Dan vind je een scala aan websites. En zo ben ik zelf bijvoorbeeld gekomen op een site van een Russische ontwerper. Die maakt raketten. En daar kwam ik toevallig in dezelfde periode dat André Kuipers de ruimte in was. Kwam ik op die site van die Rus terecht. En die had een bouwplaat van de raket waarmee André Kuipers ook de lucht in is gegaan. En het grappige daarvan is dat zijn printbestanden, die kun je gratis downloaden. Je kan die naar je eigen printer sturen en dan kun je ze op willekeurig papier, een beetje dikker papier, kun je het afprinten. In dit geval van die Russische raket zijn het iets van 24 of 28 A4'tjes. Nou, dan heb je een hele winteravond, seizoen, ben je daar mooi mee bezig. Maar dan heb je ook een prachtige raket. En u gaf al aan net dat het steeds populairder wordt. Hoe populair is het nu in Nederland? Vooral wat de jongere mensen aangaat. Nou, je ziet voorzichtig dat jongeren toch ook weer aan het knutselen raken. Die zijn uitgekeken op die duimverdraaiende Nintendo dingen. En als je ouders hebt die een beetje idee hebben dat het nuttig is voor kinderen om met hun handen bezig te zijn en ook om ruimtelijke dingen te maken. Die kunnen dat ook stimuleren. En dan is nogmaals dat internet is een enorme bron van materiaal wat je gratis vanop kunt downloaden. Het is even zoeken, maar het wijst zich vanzelf.